Hoi. Hoi. Oh, er zult ook nog bij. Ja. Wie ben je, hoe oud ben je en waar kom je vandaan? Ik ben Rijvloed, 24 jaar oud en ik kom uit Schijndel. Ben je ochtendmens of avondmens? Avond. Waar heb je een hekel aan? Mensen die niet eerlijk zijn. Links, rechts of met je hoofd? Dan toch rechts. Wat is je persoonlijke doelstelling dit seizoen? Allereerst natuurlijk promoveren met Excelsior. Daarnaast gewoon belangrijk zijn voor het team. Welke vakantiebestemming moeten we gezien hebben volgens jou? Los Angeles. Ja, waarom? Die hele vibe daar in die stad, wat de stad je brengt, wat je kan doen. Het heeft eigenlijk alles voor mij. Dus na Excelsior LA Galaxy? Ja. Wat staat er op je bucketlist? Ik wil nog een keer naar de Chinese muur. Dat staat op mijn bucketlist. Ik wil nog een keer uit de vliegtuig springen naar mijn bucketlist. Ik heb ook echt serieus een bucketlist. Hè? Met wie van dit team zou je je zus absoluut niet laten daten? Ik denk Joël Zwart. Ja, ik ken hem nu al een beetje. Ik ben best wel veel met hem, ook als we vrij zijn. Dus ik weet hoe hij denkt. Met hem zou ik niet mijn zus niet laten daten. En met wie wel? Siebe. Ja, Siebe is een goede jongen. Wat is je guilty pleasure? Ik zou het niet weten. Ik vind het heel moeilijk en ik heb niet echt iets vast of zo wat ik echt... ik weet het al, frietjes speciaal bij mij waar ik ben geboren. Waar kan je jou 's nachts voor wakker maken? Voor een diner met familie en vrienden. Maar niet midden in de nacht regelmatig, denk ik. Nee, in de nacht niet. Maar ja, als iedereen toch beneden zit, dan schrijf ik wel aan. Als je geen voetballer was geweest, wat dan wel? Ja, ik zou iets in de kleding doen, denk ik, of zo. Ja, misschien een begeleider van mensen of zo, maar ook wel iets in de kleding. Wat is je grootste teleurstelling in je carrière geweest tot nu toe? Ik heb niet echt hele grote teleurstelling gehad, maar dan is het meer dat je op de bank terechtkomt voor een periode wat op dat moment even knaagt aan je. Worden jullie kampioen, ja of nee?